Goedemorgen, lieve kindjes. Ik ben Bas. En ik ga samen met jullie een verhaaltje voorlezen over Bas kleedt zich aan. Zachtjes komt de zon naar binnen en geeft een kus op Bas zijn wang. Goedemorgen, zegt mama. Jongen, jij sliep nog lekker. Bas is in de badkamer geweest en is weer schoon van top tot teen. Mama, vraagt Bas, zal ik je even helpen? Nee, zegt Bas, ik doe het wel alleen. Kun jij zelf je kleren aantrekken? Vraagt mama. Echt wel, mama. Ik ben heel erg groot. Eerst pak ik een onderbroekje, want mijn billen die zijn een beetje bloot. Kijk, mijn broek is net een tunnel. Nee, twee tunnels naast elkaar. Broem, broem, daar komen mijn twee benen aan. Even hijsen, hups, en klaar. In mijn trui is het heel erg donker. Hops, mijn hoofd duikt in een hol. Ik graaf een gang met mijn twee handen. Hier komt Bas. De supermol. Ik wil ook geen koude voeten, dus ik trek mijn sokken aan. Kijk, mijn voet heeft een rood hoedje. Vind je dat niet grappig staan? Nu mijn schoenen. En mijn jas nog aan. Mama, help je even met de rits en met de veters. 1, 2, 3 en huppakee. Kijk eens, papa, naar mijn kleren. Helemaal alleen gedaan. Maar wat is dat? Met jouw sokken, heb jij wel de goede aan?